Als ik a plus b niet tot de macht 2 of tot de macht 3 verhef, maar tot een willekeurige exponent verhef. Daarvoor ga ik als eerste kijken naar a plus b tot de macht 1. Als ik iets tot de macht 1 verhef, dan blijft het gewoon zichzelf. Nou, wat ik daarnaast wil is dat je nu het volgende in je achterhoofd houdt. Hoeveel mogelijkheden heb ik om n vakjes te vullen met a en b? Met n vakjes bedoel ik het aantal vakjes van de exponent. De exponent is nu 1, dus ik heb nu 1 vakje. Hoeveel mogelijkheden heb ik om 1 vakje te vullen met een a of een b? Ik kan er alleen maar een a in plaatsen of een b in plaatsen, dus volgens mij heb ik maar twee verschillende opties. En dat is gelijk aan 2 tot de macht 1. Het zal dadelijk duidelijk worden waarom ik dit doe. Wat dit ook gelijk aan is, en kijk daarvoor mijn video over de driehoek van Pascal. Daarin zagen we dat als je een bepaalde rij had, in dit geval de eerste rij, dan geeft 2 tot de macht het rijnummer, de som van de termen van die rij. Ik zou dit dus ook kunnen uitsplitsen in combinaties. En de combinaties die hierbij horen zijn dan 1 boven 0 plus 1 boven 1. Houd dit goed in je achterhoofd. En dan gaan we nu een stap verder. a plus b in het kwadraat. Als ik a plus b keer a plus b doe, dan schrijf ik normaal gesproken a kwadraat op. Dat ga ik nu even niet doen. Ik schrijf op a. a keer b dat is plus a b. b keer a dat is plus b a. En b keer b dat schrijf ik op als bb. En ik ga dezelfde vraag nu nog een keer stellen. Op hoeveel mogelijkheden heb ik om n vakjes, in dit geval 2 vakjes, te vullen met a's en b's? Volgens mij staan hier alle mogelijkheden die ik heb. Ik kan kiezen voor AA, voor AB, voor BA of BB. In dit geval zijn er dus vier mogelijkheden. En dat is 2 kwadraat. Ook dit kunnen we weer schrijven in de vorm van de driehoek van Pascal. En dan wordt dat 2 tot de macht 0 plus 2 tot de macht 1 plus 2 tot de macht 2. Nou, dan ga ik nog één stap verder. Als ik dit nu doe voor A plus B. Tot de macht 3. Bedenk dat als ik een stap verder ga, dat ik altijd alle mogelijkheden overhoud. Dat zagen we namelijk bij 1 en 2. Als de exponent 1 is, dan is a en b gelijk aan alle mogelijkheden die ik heb om één vakje te vullen met a's en b's. Tot de macht 2 gaf mij dit alle mogelijkheden die ik heb om twee vakjes te vullen met a's en b's. Wat gebeurt er nou als ik de bovenste rij keer a plus b doe, want eigenlijk is a plus b tot de macht 3, gelijk aan a plus b kwadraat keer a plus b, daar is dit eigenlijk gelijk aan. Dat betekent dat ik alle termen die ik hierboven heb, deze vier, vermenigvuldig met een a, en dat ik al die termen ook nog eens vermenigvuldig met een b. Nou, dat kan ik eigenlijk heel makkelijk laten zien nu, want dat betekent dat ik bij alle termen hierboven er een a achterplak, b, a, a, en de laatste wordt dan b, b, a, plus, ik doe hetzelfde, maar nu plak ik er overal een B achter. En nu kan ik ook weer terug naar de vraag: op hoeveel manieren kan ik drie vakjes invullen met alleen maar A's en B's? Nou, hier staan alle mogelijkheden die ik heb. Dat zijn er acht. En dat is ook weer gelijk aan 2 tot de macht 3. En 2 tot de macht 3 kan ik ook weer schrijven in de vorm van de driehoek van Pascal. Dat wordt 3 tot de macht 0, plus 3 tot de macht 1, plus 3 tot de macht 2. Plus 3 tot de macht 3. Ik ga het eventjes in het groen doen, andere kleur. Hier kan ik natuurlijk vermaken a kwadraat. Plus 2ab. Plus b kwadraat. Nou, wat kan ik hieronder doen? Hier kan ik vermaken a tot de macht 3. En vervolgens ga ik kijken, hier staat a keer b keer a. Maar dat is gelijk aan a kwadraat b. Maar als ik het in alfabetische volgorde zet, dan heb ik meerdere termen waar twee a's in zitten en een b. Hier heb ik er nog een onderstreept. En hier is nog zo'n term. Nou, die termen zijn gelijksoortig, daar heb ik er drie van, dus dit wordt plus 3a kwadraat b. Datzelfde kan ik doen voor termen waar twee b's en 1a in zitten. Ik zal die hier even op een andere manier aangeven. Je ziet, daar heb ik er ook drie van, dus dat wordt 3a b kwadraat. En de laatste term is dan b tot de macht 3. Wat viel Newton op? Het volgende. Als je naar de driehoek van Pascal gaat kijken, dan zie je dat ik hier twee termen heb. De term 1 boven 0 en de term 1 boven 1. En je ziet, als ik a plus b tot de macht 1 herleid, dan hou ik uiteindelijk twee termen over. Op het moment dat ik hier, volgens de driehoek van Pascal, drie termen heb, dan zie je dat je hier uiteindelijk ook met drie termen kunt eindigen. Doordat bepaalde gelijksoortige termen samengevoegd kunnen worden. Als ik hier vier termen heb, kan ik uiteindelijk eindigen met vier termen. Maar nu komt het, er geldt nog wat veel mooiers. Als ik ga kijken naar bijvoorbeeld de rij 3 boven 0, plus 3 boven 1, plus 3 boven 2, plus 3 boven 3, dan ga ik opschrijven wat eruit komt. 3 boven 0 is gelijk aan 1, 3 boven 1 is gelijk aan 3. 3 boven 2 is gelijk aan 3 en 3 boven 3 is gelijk aan 1. En dit heeft natuurlijk te maken met de combinaties. Als ik ga kijken naar 3 boven 1, dan betekent dat dat ik bijvoorbeeld 3 hokjes wil vullen en hoe vaak kan ik daar bijvoorbeeld 1 keer de letter A in plaatsen? Of 1 keer de letter B in plaatsen? En deze hier heeft alles te maken met deze hier. Je ziet hier komt 1B voor. Nou, op hoeveel manieren kan ik 1b plaatsen als ik drie hokjes moet vullen? Ja, dat kan op drie verschillende manieren. En dat is ook de reden dat je hier drie verschillende termen hebt die ik bij elkaar optel. En dit is natuurlijk geniaal. Want als je hebt a plus b tussen haakjes tot de macht 100, heb je geen zin om dit proces uiteindelijk 100 keer te doen. Het is superhandig als we daar een patroon voor hebben. En dat patroon heeft Newton ontdekt. Dat patroon is, als we nu naar onder gaan als volgt: a plus b tot de macht n. Nou, waar is dat nou gelijk aan? Je begint altijd met n boven 0. Want dat is het eerste getal in de rij van de driehoek van Pascal. Kijk maar hier rechtsboven. We begonnen met 1 boven 0, 2 boven 0, 3 boven 0. Dus je begint altijd met n boven 0. Vervolgens krijg je a tot de macht n, b. Tot de macht 0. Nou, en zo ga je hem verder opbouwen. Je krijgt plus n boven 1 keer a tot de macht n min 1 keer b tot de macht 1. Kijk bijvoorbeeld maar bij a plus b in het kwadraat dat dat klopt. Je krijgt 2 boven 0. 2 boven 0 is 1. En dan krijg je a tot de macht 2. b tot de macht 0. Nou, dat is a kwadraat. Plus 2 boven 1. Dat is 2 keer a tot de macht 2 min 1, dat is 1, keer b tot de macht 1. En zo kom je inderdaad precies op 2ab uit. Plus, en zo blijf ik dit bij elkaar optellen, en helemaal op het einde krijg ik de allerlaatste term, en dat is n boven n, keer a tot de macht 0, keer b tot de macht n. Hier is een verkorte schrijfwijze voor bedacht, en daar gebruik ik het somteken voor. Ik zal het eerst opschrijven en daarna toelichten. Nou, dit betekent de som van k is 0 tot n van n boven k keer a tot de macht n min k keer b tot de macht k. Zoals ik al zei, je spreekt het uit van de som van k is 0 tot n van de term die hier staat. Dat betekent dat je k dus laat variëren, je begint met 0 en je laat k oplopen tot en met n. En dat is eigenlijk precies wat hier net gebeurd is. Neem maar voor k 0, dan krijg je n boven 0. Keer a tot de macht n min 0, dat is a tot de macht n, keer b tot de macht 0. En dat is precies de eerste term die ik hier net had. Als je voor k1 kiest, krijg je n boven 1, keer a tot de macht n min 1, keer b tot de macht n 1. En dat is precies de tweede term. Dus dit is een hele handige wiskundige schrijfwijze waarmee je het binomium van Newton kunt uitrekenen. Nog een laatste voorbeeld. Stel, ik zou nu a plus b tot de macht 8 willen uitwerken. Bedenk als je hier de haakjes gaat uitwerken dat dat heel veel werk is. Maar met het binomium van Newton krijg je nu het volgende: je begint met 8 boven 0 keer a tot de macht 8 en keer b tot de macht 0. En dit patroon kun je heel makkelijk voortzetten. Je krijgt de volgende term 8 boven 1 en de exponent bij a die neemt nu eentje af en de exponent bij b die neemt eentje toe. Nou, dan krijg je 8 boven 2. De exponent bij a die neemt weer eentje af, bij b neemt weer eentje toe. En zo zie je dat je zonder dat je heel veel hoeft na te denken, alle correcte termen vrij snel opgesteld krijgt. Ik zal deze één keer helemaal uitwerken zodat je hem helemaal hebt gezien. Bij de volgende term geldt dat je natuurlijk krijgt 8 boven 5. Bij a neemt hij weer eentje af en bij b neemt hij weer eentje toe. Dan krijg je 8 boven 6. En dat wordt dan a kwadraat b tot de macht 6. En dan resteren nog twee termen: 8 boven 7 keer a tot de macht 3. Excuses, die moet natuurlijk eentje afnemen. Dus dat is a. En dan krijg je b tot de macht 7. En de allerlaatste term, 8 boven 8. a tot de macht 0 die vervalt. Dus je hebt hier alleen maar b tot de macht 8. Die combinaties die kun je heel makkelijk in je rekenmachine met Ncr uitrekenen. 8 boven 0. Nou, dat is gewoon gelijk aan 1. Dus de eerste term, dat wordt a tot de macht 8. Voor de volledigheid zal ik hier dan ook nog even a tot de macht 0 opschrijven. Omdat ik hier bij de eerste term ook b tot de macht 0 zag staan. Plus, dan krijg je 8 boven 1. Dat is 8. Keer a tot de macht 7. b. Plus 8 boven 2. Dat is 28. Dan krijg je a tot de macht 6. b kwadraat. Plus. 56 a tot de macht 5 b tot de macht 3 plus 70 a tot de macht 4 b tot de macht 4 plus 56. En je ziet de driehoek van Pascal is symmetrisch, dus deze coëfficiënten die zullen ook symmetrisch zijn. Plus, dan krijg je 28 a kwadraat b tot de macht 6 plus 8 a b tot de macht 7 plus b tot de macht 8 en a plus b tot de macht 8 dat zou normaal gesproken veel meer werk zijn geweest je ziet dat je nu vrij snel hiermee klaar bent en je kunt je al helemaal voorstellen als je hebt a plus b tussen haakjes tot de macht 100 dat blijft natuurlijk veel werk maar een stuk minder werk het laatste inzicht wat ik je wil meegeven, is dat het aantal termen altijd gelijk is aan de exponent plus 1. En dat zagen we hier ook. Als ik namelijk hier de exponent 1 heb, zie je dat je 2 termen hebt. En als ik de exponent 2 heb, zie je dat je 3 termen hebt. Dus je weet altijd met hoeveel termen je eindigt. Bij 9 had ik al kunnen voorspellen. Dat ik 9 termen had. En tel maar na: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termen. Dus bij A plus B tussen haakjes tot en met 100 zou je 101 termen krijgen. Hopelijk heb ik je wat inzicht gegeven in het binomium van Newton. Vond je dit een goede video? Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.